Veronderstel dat ik in het lerarenlokaal van uw school binnenwandel en dat ik een willekeurige leraar aanspreek en vraag: beste leraar, waar gaat deze school naartoe? Welke ontwikkelingslijnen tekent deze school de volgende 3 jaar uit? Welke paden gaat uw school bewandelen? Ik ben benieuwd welk antwoord ik krijg van uw leraren. Er komen heel wat uitdagingen af op scholen vandaag de dag. De samenleving is behoorlijk veel eisend. Er zijn heel wat stakeholders, heel wat belanghebbenden, die allemaal gerechtvaardigde verwachtingen naar uw school toe uiten. U probeert uiteraard als poortwachter, u bent als schoolleider een poortwachter, probeert u die verwachtingen een stukje te filteren en op een gedoseerde manier binnen te brengen in uw school en daar met uw lerarenteams rond aan de slag te gaan. Het zou daarom wel eens wenselijk kunnen zijn om, gelet op al die uitdagingen die op uw school afkomen, een toekomstplan op te maken voor uw school. Een toekomstplan is in principe een strategisch plan. Maar hoe begin je daar nu aan? Hoe betrek je al die stakeholders? Want het is uiteraard zo dat in een school je best zo'n toekomstplan op een participatieve manier opmaakt. Hoe ga je je omgeving analyseren? Hoe ga je met data aan de slag? Hoe doe je focusgroepgesprekken met externe stakeholders? En hoe breng je al die verwachtingen die er leven, breng je die samen? En ga je prioriteren en maak je uiteindelijk een aantal duidelijke keuzes die dan landen in een strategisch plan voor je school. Hoe we dat eigenlijk allemaal aanpakken, hoe we op een participatieve manier al die stakeholders betrekken, welk tijdspad we er best op zetten en hoe je dat ook een stukje structureert als schoolleider, dat bestuderen we tijdens het tweedaagse residentiële seminarie van OVSG rond strategische planning en beleidsplanning. Ik hoop u daar ook te mogen verwelkomen en ik hoop dan ook, wanneer ik uw school binnenwandel, dat wanneer ik één van uw leraren aanspreek, zij ook duidelijk weten, dit zijn de 5 grote ontwikkelingspaden die wij als school de komende 3 jaar bewandelen en waar wij als school effectief ook werk van maken en samen met alle lerarenteams onze schouders onderzetten. Tot binnenkort.